Welkom terug bij Dierenweetjes. Vandaag ga ik het hebben over de rode eekhoorn. Een heel speciaal en slim diertje. Laten we beginnen met dat een rode eekhoorn wel zo'n 100 dennenappels of sparrenappels per dag kan eten. Dat gaat natuurlijk om de zaadjes die daarin zitten, want zo'n hele dennenappel is nogal hard. Maar dus, ik zal het dus even uitleggen. Dus je hebt een gewone dennenappel. Ja. En als je die openbreekt, dan zitten daar zo allemaal losse velletjes aan. En aan het uiteinde van die velletjes zitten dus de zaadjes. Kijk, we zullen even kijken vanuit een andere hoek. Dus dat zijn zo, dat zijn eigenlijk een soort van blaadjes. En onderaan dat blaadje, hier, zit er een klein zaadje. En dat zaadje eten de eekhoorns dus. Dat is heel klein, want kijk, dit is hier mijn wijsvinger. Dus. Als een eekhoorn dan heel die dennenappel of sparrenappel heeft leeggevreten, ziet hij er echt gewoon helemaal kaal uit. Kijk, je moet dit dus vergelijken. Dit was de sparrenappel eerst. En dit zijn de sparrenappels nu. Helemaal aangevreten door een eekhoorn. En jij kan deze drie aangevreten sparrenappels door een echte wilde eekhoorn winnen. Het enige dat jij hoeft te doen is te abonneren en een blauw duimpje omhoog te geven en in de reacties te laten weten waarom dat jij deze zo graag wil hebben. Dan nu. Een eekhoorn die eet al heel veel in de herfst, zodat hij een vetlaag heeft om in de winter te kunnen doorkomen. Maar ook, wat dat veel dieren niet doen, maar wat het de eekhoorn wel doet, is in de herfst nootjes en eikels en zo in de grond steken. Of in boomholtes of zo. En in de winter graaft hij die nootjes dan terug op om in de winter ook voedsel te hebben. De staart van een eekhoorn, die bijna even lang is als zijn lichaam, is heel belangrijk voor een eekhoorn. Een eekhoorn houdt daar zijn evenwicht mee als hij klimt of springt, want hij springt ook van tak naar tak. Hè. En soms gebruikt hij die ook als paraplu. Als het heel hard regent, dan houdt hij die staart boven zijn hoofd. Dan nu nog een paar weetjes. Er bestaan ook vliegende eekhoorns. Zijn eekhoorns en die hebben tussen achterpoten en voorpoten hebben die een soort vel langs beide kanten. En als die dus hun armen en benen gespreid houden, dan hebben die soort vleugels. En zo zweven zij wel 30 meter soms tussen de bomen door. Bij een eekhoorn blijven de tanden heel het jaar door groeien. En net zoals bij een konijn moeten die ook een beetje afslijten door redelijk harde dennenappeltjes en zo te eten. En als je zou denken, oh, zo'n schattig lief eekhoorntje, is niet helemaal juist. Want een eekhoorn kan ook eieren en zelfs kleine vogels eten. Dan nu jullie opdracht. We gaan eens testen of jullie ook zo'n goed geheugen hebben. Dus verstop verschillende dingen in het huis of in de tuin en ga ze dan terug gaan zoeken. Dus kijken of je ze allemaal terugvindt. Jullie vraag voor vandaag is: hoeveel weegt een volwassen eekhoorn ongeveer? En het antwoord op de vraag van Louis van de vorige keer, of dat welke van de twee schorpioenvliegen een stekel hebben? Het antwoord is: de mannetjes hebben een stekel, de vrouwtjes niet. Wegens kleine technische problemen moet het antwoord op mijn vorige vraag door Louis nu gegeven worden. Hallo iedereen en welkom terug bij Dierenweetjes. En het is misschien raar dat ik er nu even op kom. Maar dat is omdat ik bij de vorige video
helaas vergeten ben om het antwoord te zeggen op Lasse zijn vraag. En het antwoord op Lasse zijn vraag dus is de luiaard een bedreigde diersoort? En het antwoord is nee, jij hebt bedreigd. Maar de rest laat ik nu even over aan Lasse. En wij zullen, ik zal misschien ook nog af en toe terugkomen. Maar wij zullen samen vertellen over de hoogtepunten. Zo, dit was de laatste aflevering van Dierenweetjes. We zien verder wel nog wel of dat er nog dierenweetjes komen. Maar ja, misschien tot de volgende keer. Heb jij nog een idee voor een dier waar wij iets over moeten vertellen? Laat ons zeker weten in de reacties. Zeker doen, hè?